In het academiegebouw van de Rijksuniversiteit reikte burgemeester Ruud Vreeman vandaag de erepenning van de stad Groningen uit aan de 140-jarige Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. De vereniging die al 140 jaar lang het feest organiseert van Bommenberend en ook de Sinterklaasintocht. Hele lange traditie en dat is natuurlijk echt een organisatie van vrijwilligers die dat altijd maar weer doet. Ja, heel veel stadjes en mensen uit de omlanden hebben daar plezier van. Het is dus toch een soort gebeurtenis, echt Bommenberend, wat heel erg uniek is in Nederland en specifiek voor Groningen. Nou, wij vonden als bestuur van de stad dat het echt op zijn plaats zou zijn om in de voorzitter al die vrijwilligers te waarderen. Zoals u het zegt, onze werkzaamheden worden gewaardeerd. De voorzitter van Volksvermaken, Harry van Ham, nam de penning in ontvangst. Het is een bekroning op het werk van vele vrijwilligers. Gedurende vele jaren dat wij het Ontzet van Groningen mogen organiseren. Het is fijn dat je merkt dat dat gewaardeerd wordt. De vereniging organiseert verschillende activiteiten in de stad. De intocht van Sinterklaas, de lampionnenwedstrijd rond Sint Martinus. Maar het belangrijkste is de jaarlijkse viering van het Groningens Ontzet. Het is de dag waar zij dus altijd zo zichtbaar zijn en waar ook de hele organisatie in hun handen ligt. Dit is eigenlijk dus hun moment, zou je kunnen zeggen. Nou, en op zo'n moment moet je dan ook, vind ik, dan is de omgeving goed om dan die penning uit te reiken. Heeft u het misschien enigszins verwacht? Nee, je hoopt wel eens iets, maar nee, verwachten, nee, nee. En volgend jaar op 28 augustus is er gewoon weer een Groningens Ontzet.